Yo, beste mensen, mijn naam is Tito en vandaag spelen we Minecraft. Yes! Het is al een hele tijd geleden dat ik een video heb geüpload. Maar vandaag heb ik gewoon weer een nieuwe video met een nieuw huis. En wat voor een huis? Yes, een moderne huis gaan we vandaag maken. Ik zal even een rondje draaien om het huis heen. Zoals je kan zien is die mooi met kwartsblokken gemaakt, vuurhouten, planken. En nog veel meer. Ook met donkere raampjes, zwarte rampen, zoals je kan zien. En de binnenkant, ja, het is gewoon fantastisch. Het lijkt niet heel groot, maar het is best wel een groot huis. Je komt hier binnen, gewoon in je keukentje of zo. Dan heb je hier een mooie ruimte voor je kistjes. Hier eventueel zou je ook nog allemaal kistjes in kunnen plaatsen voor je survival. Ik heb hier een garage van gemaakt. En dan gaan we hier nog naar boven toe. We hebben hier zo een mooie kamer. En dat is nog niet alles. Nee, want hier heb je nog een kamer. En daar kan je ook weer dingen doen. Ik heb hier gewoon een schilderij opgehangen en een bankje gemaakt. Dus dit is de binnenkant van het huis. Ik zou zeggen, geef alvast de blauwe duimpjes omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Abonneer dan op mijn kanaal. Voor meer video's natuurlijk. En dan zou ik zeggen, here we go. Yes, we beginnen met vuren houten planken. Dat doen we aan één kant, doen we er 7. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6 en een nummertje 7. Dan gaan we naar de andere kant toe. En daar plaatsen we totaal 15. Dus dit is al 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oké, dan maken we hier gewoon een rechthoekig mooi blok van. En zo, gaan we helemaal daar naartoe. En die komt dan daar. Dan bouwen we deze totaal 7 hoog. Dus dit is al 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dit doen we dan helemaal. Dus laag voor laag. En zo. Dan tot we helemaal aan het einde van het mooie gebouwtje zijn. En zo, die komt dat daar. Oeh, en ja. Dus die daar. En die komt dan daar. En zo, en dan hier nog twee laagjes. En dan hebben we één muur. Hebben we dan al klaar. En zo, en dan deze kant. Hoppa. Oké, dan gaan we door naar de volgende rij. En zo. Die komt dan hier. En die komt dan hier tegenaan. Zo, en die komt dan hier tegenaan. We gaan dadelijk nog wel wat blokken weghalen, uiteraard. Dit is gewoon echt voor de basis om te bouwen. En zo. En deze komt hier. En zo. Deze doen we hier. En dan zijn we aangekomen bij de laatste rij. Die doen we hier. Hop. En deze doen we hier naartoe. Oké, dan gaan we hier aan de binnenkant. Hier doen we ook weer een rij van 7. Of tenminste, een rij van 5. En dan tellen we vanaf deze kant. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En dan hebben we hier de mooie rij die we neer gaan zetten. Die doen we ook weer 7 hoog. Gewoon even hoog als de muren. En zo, die komt daar. 1, 2. 1, 2 daar. 2. En hier komen ook weer 2 mooie blokken. Oké, dan krijgen we nu mooi dit. Dan pakken we de gladde kwartsblok of een normale kwartsblok. Het is wat je zelf het mooiste vindt. En dan bouwen we eigenlijk gewoon een rand hier omheen. En zo, die doen we hier. En dan bouwen we een mooie rand voor het dak. Oh. En dan het hele dak vullen we in ook met kwartsblokken. Voordat we dat gaan doen, pakken we eerst even grijs beton. En dan vullen we hier de vloer helemaal mooi in. Zo. Ho.
Zo, daar, daar en daar. Daar en daar. Nee. Op de rond. Zo. En die gaan we. Oh. Gaan we even repareren. En aan deze kant doen we uiteraard hetzelfde. Dus dan krijg je hier een mooie grijze vloer in. Ja, ze zeggen dat het grijs beton is, maar je kan het ook als bijna zwart zien, zeg maar. Of heel donkerblauw of iets. Maar ze zeggen dat het grijs is. Oké, prima. Dan gaan we hier vanaf 1, 2, 3, 4 vanaf de rond. En dan bouwen we nog een mooie vloer erin. En je kan natuurlijk ook kiezen voor een andere kleur beton. Het is zelf wat je het mooiste vindt. En zo. 1, 2, 1 en 2. En aan deze kant doen we dat ook. Vanaf beneden doen we 1, 2, 3 en 4. En zo, daarin. Hop, en daar nog een dingetje. En doen we hier nog een mooi laagje. En dan hebben we hier ook weer de vloer erin. Oké, nu doen we met gladde kwartsblokken. Maken we deze hele dak helemaal dicht. Zo. Hier doen we daar. Die gaat hier naartoe. En dan de laatste rij komt hier zo. Hoppa. Oké, nu hebben we dit gedaan. Dan gaan we vanaf beneden. Dan tellen we 4 hoog. 1, 2, 3 en 4. En dan bouwen we een hele mooie rand. Bouwen we hier omheen. En zo. Die komt hier naartoe. Zo, op. Die gaat hier en die gaat hier naartoe. Deze rand bouwen we heel even helemaal rondom. Zo, die daar en die rond daar zo. Dan beginnen we hier links in de hoek. Hebben we hier zo mooi een muurtje gaan we bouwen. En die bouwen we helemaal tot aan het einde van deze kant. Nou, kom. Jij komt daar en daar en daar. En die vullen we helemaal mooi op. Oké. Zo, nu krijgen we mooi dit. Dan pakken we onze kwartspilaren. En dan gaan we hier aan de onderkant van het huis doen we eentje overslaan. 1, 2, 3. Halen we mooi weg. En dan bouwen we hier een mooie met kwartspilaren een mooie garage deur. Zo. Die bouwen we dan 1 naar binnen toe. En die komt dan hier. Hoppa. Kijk, en dan heb je een mooie garage deur aan deze kant. Oké, dan gaan we hier naar de bovenkant. Beginnen we eentje vanuit de hoek. Doen we 1, 2, 3, 4, 5, 6. En dan eentje extra naar achteren toe. En dan pakken we onze grijze gebrande ruit. En die zetten we dan mooi helemaal daar mooi in. En aan de achterkant doen we dat ook. Maar dan pakken we gewoon 2 overslaan, 1, 2 en 3. En aan de onderkant doe dat ook. Dus 2 overslaan aan de zijkanten en dan een ruit van 3 komt er mooi in. Dan krijg je nu dit. Dan pakken we onze gladde kwartstrap. En die gaan we helemaal rechts van het gebouw beneden. Doen we 1, 2, 3 en 4. Dan gaan we eentje omhoog. Dus dan krijgen we weer een trap van 4. Zoals hier. En dan pakken we onze gladde kwartsblok. Die beginnen we aan de kant van de trap, van de tweede trap. En dan maken we allemaal 2 hoog. Dus dan 1, 2, 3, 4 en 5 lang. Die doen we dan 2 hoog. Zo. Dan gaan we van deze kant naar deze kant. Dat zijn 8 blokken. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8. Dan maken we deze ook mooi weer 2 hoog. En dan gaan we van deze kant helemaal naar de andere kant toe. En dat zijn 16 blokken. Dus 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. En dan bouwen we een tweede laag weer daar bovenop. Oké, dan gaan we hier weer terug naar deze kant. Op en ook weer twee lagen. Dan pakken we onze grijze beton. En dan maken we hier een hele mooie vloer in. Zo. Dit doen we dan helemaal. Zo. En die komt daar. En dan ja, begint je huis al een beetje vorm te krijgen natuurlijk. En hier komt het tweede gedeelte op. Van het huis. Zo, dan gaan we naar deze kant. Hop. En dan pakken we hier 1 en 2. Oké, wat we nu gaan doen is we pakken de vuurhouten planken. En dan gaan we aan deze kant pakken hier de witte lijn. Doen we er eentje, die halen we weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die halen we allemaal mooi weg. Dus hier doen we dan 1, 2 en 3. 1, 2 en 3. Oké, deze bouwen we helemaal naar de andere kant toe van het gebouw. En zo, hop. En dan gaan we hier weer terug. En deze bouwen we hier naartoe. Hoppa. Oké, en dan bouwen we deze gewoon mooi drie hoog. En zo. En deze komt hier naartoe. Hop. Die komt hier. En deze gaat uiteraard de andere kant op. Nice. Oké, wat we nu gaan doen is we pakken de gladde kwartsblok. En die doen we eentje daarboven. Of tenminste, eentje eentje hoger dan het gebouw. En dan een blok daarnaast. Oké, zo. Die komt daar en daar. Dan pakken we onze gladde kwartsplaat. En die maken we eentje hoger en eentje lager dan deze blok die we net hebben geplaatst. En dan gaan we ook rondom het gebouw. Met de kwartsplaten. Zo. En die komt hier naartoe. En die komt daar. En die komt mooi daar. En natuurlijk ook weer eentje aan de lagere kant. Ho. Moet wel goed doen. Zo. Die. En die. Zo. En dan gaan we hier weer terug. Oh. Die. En die komt daar, en die komt daar, en daar. Nice. Oké, dan krijg je dus een mooi soort ribbel erin. Dan doen we met de gladde kwartsblok, maken we deze kant, of ja, deze dak, helemaal mooi dicht. En zo. Die komt hier naartoe. Da la la ta 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 ta. Hier, daar, daar. En dan zo. Oké, dan gaan we aan de zijkant van dit mooie gebouw. Dan doen we hier op deze hoek 1, 2 en 3. En op deze hoek doen we ook weer 1, 2 en 3. Deze hoek weer 1, 2 en 3. Ja, dan krijg je een wat mooie accenten erin. Zo. Dan hier aan deze zijkant maken we 3. Oh, 3 gaten in. En doen we hier weer 1, 2 en 3 raampjes in. Aan deze kant doen we er 1, 2. 1, 2 overslaan en 1, 2. Dan krijg je 2 overslaan, 2 overslaan en 2 overslaan. Vanaf de hoek. Zeg maar, dit is dan 1, 2 en dan gaan we zo door. Oké, dan gaan we hier naar de voorkant toe. Pakken we onze glas weer. En dan doen we helemaal over deze platen. Of over deze blokken. Deze mooie witte blokken heen. En zo. Die komt dan weer daar. En dan pakken we nog de gladde kwartsblok. Dan gaan we hier een mooie deur in maken. Ik denk dat ik hier eentje oversla. Dan 1, 2 en 3. Sla ik er weer 2 over. En dan hier weer 1, 2 en 3. Dan komen hier twee deuren in. Gladde kwartstrap. Die doen we 1, 2 zo op zijn kop. En dan twee deuren aan
deze kant. Oké, dan gaan we hier aan de voorkant. Pakken we weer onze gladde kwartsblok. En dan doen we hier 1, 2, 3 en 4. Zo. En dan gaan we helemaal door naar de andere kant. En die vullen we helemaal op zo. Hop. En die vullen we tot daar. En dan deze kant maken we helemaal leeg. Tenminste een gat erin voor onze grijze beton. Die we dan mooi erin kunnen zetten. En die komt dan hier zo mooi terecht. En die komt mooi hier zo. Hop. En ja, die laten we even zo. Oké, als we dit hebben gedaan, dan kunnen we hier nog wat raampjes in plaatsen. Dus dan halen we hier even twee weg. En dan doen we twee mooi zo. Oké, en dan gaan we hier naar binnen toe. Dan pakken we hier zo, kunnen we dan 1, 2, 1 en 2. Dan maken we hier een trap naar beneden toe. Dus dan halen we hier 1, 2 weg. En dan 1, 2 halen we ook weer weg. Zo. En dan maak ik een trap van vuren houten planken. 1, 2, 1 en 2. Kijk, en dan kan je zo mooi naar boven lopen. En naar beneden lopen. Oké, aan deze kant halen we hier 1, 2 weg. En dan pakken we hier twee houten, twee trappetjes. Twee weg daar. En dan kunnen we hier mooi naar boven toe. Zo. Ja. Dan hebben we hier mooi een zolder. En dan heb je hier eventueel, kan je nog een deur inzetten. Zo, om naar deze mooie kamer te gaan. Die doen we weer dicht. Die doen we zo. En die doen we ook weer dicht. Oké, en dan als allerlaatste pakken we nog even wat mooie bosjes. Deze eikenhouten bladeren. En die zetten we hier mooi tegenaan. Zo, en die gaat dan helemaal naar deze kant toe. Nice! En dit was het hele huis. Ik hoop dat je genoten hebt. Hartstikke bedankt voor het kijken. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Abonneer dan op mijn kanaal en vergeet de blauwe duimpjes niet aan te klikken. Ik zou zeggen, tot de volgende keer maar weer. Laters!